En aan die finale tafel een hoop Nederlanders, waaronder deze man, Ruben Visser. Aardig chill. Gefeliciteerd. Ja. Dankjewel. Ja, ik kan me voorstellen dat het voor jou fijn is, relatief short. En dan short-handed spelen is niet ideaal met die agressieve finish. Ik kan niks. Ik denk gewoon ICM best wel dicteert voor mij wat ik hier moet doen. En dat betekent gewoon tight spelen. Ik open nog één keer een button met een aasje. Hij is gewoon goed genoeg om je gelijk je 3-bet in een kutspot. Ik wilde wel een race folter eentje hebben, dat is dan prima, maar ja, die kerel is gewoon heel erg goed. Dus dan, hij weet ook wanneer hij onder druk kan zetten. En ja, je kan gewoon eigenlijk heel weinig. Ik kon niet één keer op hem reshoffen, dat is prima, maar voor de rest ben ik dan gewoon heel blij als het naar 10-handed gaat. Want je wordt gewoon kapot gemaakt en dat klopt in theorie ook. Dus hij kan alles openen en jij moet gewoon een top 20% hand vinden of zo. En dan trap je het erin en hoop je dat hij niet iets heel goeds heeft. Maar ja, door ICM nog wat andere dingen ga je gewoon nooit van hem kunnen winnen anders. En nu 10-handed en dan komen de blinds ook minder vaak voorbij en je krijgt hopelijk wat meer spot. Ja, precies. En het verandert gewoon de hele dynamiek. Dat er niet meer één gast. Kijk, hij kan niet meer helemaal losgaan. Omdat je dus. Omdat er dus meerdere grote stacks bij komen. Ik weet niet. Ik heb een seat gedraaid ondertussen. Ik weet niet welke het was. Maar het wel. Ja, we gaan het zien. Want heel veel zal ook afhangen van hoe je komt te zitten. Welke seat natuurlijk. Ik denk dat Joep iets komt doen of niet. Ik ging even kijken wat de stand is voor jou.